fijne seizoen is, dat gaan ze misschien nog wel in de resterende drie matchen voelen. De opstellingen dan, de thuisploeg heeft dus, zoals ik net zei, voorin problemen. En vandaag loopt dus Opoku daar in de spits. En dat betekent ook dat Leuven waarschijnlijk met 5 achterin staat. Wel de derby. Wel uitstekend gestart. Goeie feins van Altamari. Weg bij Bodingoli. Altamari, de Jordaniër, doet het heerlijk. En dan gaat die bal in de karambolle via de Norre. Van Herbergen mag wat meters maken. En levert ook een goede lange bal af richting Malede. Malede toch nog een soort voorzet. Die een ploeggenoot bereikt is Nicolas Storm. Nicolas Storm. En dan de korte hoek via de paal gaat die bal niet binnen. Daar was Malinois heel dichtbij een gelijkmaker. Jon Dagur Torsteinsson, de IJslander, tegenover Van Ecke. Lavallée is ter assistentie mee aan het verdedigen. Nog niet het gevaar geweken. Maartens, schitterende kap en dan tegen de paal. En volgt er een rebound op. Opoku scoort. Geen fluitsignaal en dus de dubbele voorsprong voor OHL. Iedereen boos bij Mechelen, vonden het een overtreding van Mathieu Maartens op Van Lerbergen moet dat zijn geweest. Misschien dat de VAR in Tubize Wesley de Kremer. Van Ecke en dan Opoku. Niet te veel restverdediging bij Mechelen. En OHL kan daarvan profiteren. De Norre eerder op die bal. Kasper de Norre. De counter wordt bijna fantastisch afgewerkt door Opoku, Nathaniel Opoku uitgaan. Geen Leuvenaar creëerde dit seizoen meer kansen dan deze IJslander. Hij heeft wel maar 1 assist. Het was zijn eerste assist op 28 speeldagen ver in het seizoen. Een goal van Mathieu Maartens. Ja, dat is de derde treffer van de namiddag. Iedereen recht hier op de banken. Van het King Power Attendreef. Mechelen is echt al met de kop bij die bekerfinale. Dat hebben we ook in de match tegen Brugge gezien. Maar dat hebben we deze namiddag hier in het Leuvense. Aanvoerder van OHL daar positie kiezen. En Torsteinsson dan met zijn tweede. Het is niet dat Mechelen niet van die momenten heeft gekend vandaag. Geen overtreding op Opoku. Hermans. Die ging te makkelijk liggen. En dan lanceert hij de Jordaniër voor de vierde treffer van OHL Leuven. Weer iedereen recht gesprongen. Het gaat hen zo gemakkelijk af van deze namiddag. Het is onwaarschijnlijk hoe simpel Mechelen zich laat vloeren. Hermans. Voorzet is goed, Dacroes. En dan gaat die bal binnen. Is het Joff Hermans. Die toch heeft gescoord. Ik denk niet dat Alessio Dacroes er nog is aangeweest. En dan Kojokaru. Toch teleurgesteld dat hij niet voor een 8e keer de netten kon proper houden dit seizoen. Maar geen glimlach. Hij heeft er al 12 gekregen. 12 versierd moeten we eigenlijk zeggen. Vandaag was dat niet nodig om te scoren. Het zit erop. Deze stille zaterdag heeft vooral stille Mechelen supporters opgeleverd. Want hun team kende een complete off-day. Ze verliezen.